Ik ben Marcel Bakker, ik werk bij de Luchtverkeersleiding Nederland. Ik ben daar verantwoordelijk voor alle techniek die er voor de verkeersleiding gebruikt wordt. Zoals ook deze radar, TarWest. Nou, de huidige radar in het Amsterdamse Bos die moet vervangen worden. De radar is aan het einde van zijn levensduur. Wat je ziet in het Amsterdamse Bos is dat we steeds meer last hebben gekregen van de bomen daar. Als een boom voor de radar staat, is dat niet goed voor de kwaliteit van het radarplaatje. Toen we de radar moesten gaan vervangen, zijn we gaan zoeken naar een nieuwe locatie. Hij staat vlakbij Torenwest, de verkeerstoren die daar staat. Hier zijn veel minder bomen en veel lager. En dat stelt ons in staat de aankomende jaren weer een radar te gebruiken zonder dat hij last heeft van dat soort verschijnselen. TAR staat voor Thermal Approach Radar, dus eigenlijk een radar die gebruikt wordt voor het naderingsgebied rondom een luchthaven. Deze radar kan ongeveer 250 kilometer ver weg kijken en is daarmee een van de hulpmiddelen voor de verkeersleiders hier op Schiphol om het verkeer op Schiphol af te handelen. Dit bouwwerk lijkt heel erg op de bouwwerken die je ziet op de rest van de luchthaven, zoals bijvoorbeeld Toren West die daar verderop staat. Nu is het zo dat wanneer zo'n bouwwerk als dit ontworpen moet worden, dat het altijd in dezelfde stijl gebeurt als op de rest van de luchthaven. Daarom kun je ook heel goed zien als je deze radar ziet op een plaatje, van hey, die staat op Schiphol. Deze radar zal begin volgend jaar in gebruik worden genomen. We zijn nu bezig met de boel aan te sluiten. Op een gegeven moment moet die getuned gaan worden. En als die zodanig getuned is dat de resultaten goed genoeg zijn om operationeel te gebruiken, dan zal de radar in het Amsterdamse Bos worden uitgezet en zal deze in gebruik worden genomen.